In het restauratieatelier van Johanneke Verhaven wordt hard gewerkt. Er wordt schoongemaakt en nog meer schoongemaakt. En geretoucheerd. Direct na de veiling is het hier gekomen. Het verdwenen Delftse schutterstuk van Jacob Delf II. Verdwenen. Totdat het stuk in oktober 2015 opduikt op een veiling in Parijs. Het lastige was alleen dat ik dat hoorde op maandagmiddag 5 oktober. En dat de veiling zou zijn op donderdagochtend 8 oktober. En dat betekende dat we 2 dagen de tijd hadden om te kijken of we geld zouden kunnen genereren. En om te gaan kijken in Parijs, om dan op donderdagochtend klaar te zijn voor de biedingen. Maar gelukkig is alle consternatie niet voor niks geweest en kunnen de restauratoren, Barbara en Johanneke, aan de slag. De schilderij is nu halverwege vernisafname. Dus ik ga nu verder met het verwijderen van het vernis en de overschilderingen. En dat gaat heel zorgvuldig, stukje voor stukje, met tissues. En die breng ik dan op het oppervlak aan, dus ik zorg dat die precies aansluit. Nou, je ziet hoe geel de tissue is. Dus al het vernis, het meeste vernis zit hier nu in. En ik reinig nog een beetje na met oplosmiddel. Ja, je kan hier echt heel mooi het verschil zien bij zo'n lichte partij. En je ziet ook dat er wat overschildering is meegekomen. Hier zit overschildering op. Dat is een beschadiging. Die is later geretoucheerd en dat zie je terug. Dat is ook meegekomen. Intussen is de restauratie fase 2 ingegaan. Wat jullie hier zien is het bedoekingsdoek. En daarmee was het schilderij verstevigd en daarmee was het opgespannen op het spieraam. Maar dat bedoekingsdoek helaas is zo verouderd dat het helemaal geen kracht meer heeft. De vezels vallen snel uit elkaar. Dus het is helemaal geen overbodige luxe dat we dat doek er nu afhalen. Bij restauratie doe je natuurlijk ook allerlei ontdekkingen over de geschiedenis van het schilderij. En ook bij deze restauratie zijn een aantal hele bijzondere dingen boven water gekomen. Hier een schilderij van Cornelis de Man, dus geschilderd ongeveer ten tijde van dit schilderij, zie je een matras in de achtergrond. Matras van beddentijk. En dat beddentijk dat heeft hier blauwe strepen op het linnen. En in ons geval is het schilderij ook geschilderd op dat beddentijk. En dat kan je nu de bedoeking eraf is, kan je dat waanzinnig mooi zien. Dus je ziet die strepen weer op het doek. Je ziet hier 3 donkere strepen, het lijkt zwart. Misschien donkerblauw, maar het lijkt zwart. Dan is hier een stuk vlak en dan zie je het patroon zich weer herhalen. 3 strepen, 3 smalle strepen, een bredere streep, 3 smalle en weer 3 strepen. Als we een bedoekingsdoek hebben verwijderd, dan zit er nog wel de lijmlaag van de bedoeking. En dat is in dit geval een dierlijke lijm. Je ziet het ook op de achterkant, dat is een gelige kleur. Die lijm zwellen we weer op met vocht. Om te zorgen dat het water niet veel indringt, hebben we het tot een gel gemaakt. De gel wordt aangebracht en dan met een paar minuten weken opzwellen. Dan kunnen we daarna de lijm van de achterkant afschrapen. Na al dat trekken en schrapen is het tijd voor het fijnere werk. Ja, de laatste keer dat je hier was, toen lag hij nog op tafel, hè? Ik zie dat er zijn nog best veel plekken ook die geretoucheerd moeten worden. Ga je dat halen voor de opening van de tentoonstelling? Ja, dat gaan we halen. En als je dat niet gewend bent, dan lijkt het vrij beschadigd. Maar eigenlijk vind ik dit voor zo'n groot schilderij zijn de beschadigingen klein. Hier heb ik een eerste basis gezet. Hier zit een groot gat. Daar heb ik al een eerste basis gezet voor een reconstructie. Ja. Nou, ik denk dat het prachtig wordt. Ja, het wordt echt mooi.